Nou, stop. Is die auto nog onlangs aan de garage geweest? Ja, niet zo heel lang geleden, oud KPK'tje. Ja, want ik zie deze stukken zetten neer. Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nesik Nieuwsgierig. Bram, wat gaan we vandaag onderzoeken? Wij gaan kijken of autogarages betrouwbaar zijn. Als je gewoon iets heel simpels losmaakt, wat elke monteur gelijk moet zien, wat eigenlijk geen geld zou hoeven te kosten of gewoon een paar tientjes onderzoekskosten. Oké, maar dat schroefje wat we los gaan halen, dat doen we wel even met jouw bolide, toch? Ja, deze prachtige Twingo, je kan hem kennen van die ene video dat jullie hem al hebben gesloopt. Ja, daar ken ik hem nog van, daar ging dit raampje eruit. Ja. Is dit jouw auto? Grappig. Maar goed, dat is nu niet de bedoeling. Er moet een moertje of een boutje los, waardoor die lekker gaat rikketikken. Waardoor iedereen zal denken, ja, daar is echt goed iets mis mee, terwijl het een heel simpel probleem is. Precies. Moet je wel zeggen, ik weet helemaal niks van auto's. Daar. Dus als ik nu dit omhoog trek en onder de motorkap ga kijken, dan ja, weet ik niet wat ik doe. Nee, ik ook niet, Joost, maar we hebben iemand gevonden die dat wel weet. Echt waar? Echt waar. Nou hop, laten we hem toe gaan dan. Ja. Goedemorgen. Aangenaam. Joost. Hey, Jimmy. Jij gaat de auto volgens mij een beetje aanpassen. Of aanpassen, je gaat iets losdraaien, waardoor het nog wel werkt. Maar er wel een geluid uitkomt waarvoor je zou denken, er is iets goeds mis. Wat gaan we precies losdraaien? Misschien een stabilisatorstangetje of iets dergelijks. Oké. En iemand die een garage heeft, een monteur, die moet gelijk horen en doorhebben van, oh, dat is dit, dat draai ik zo even vast. Ja, na een klein onderzoekje, dan kom je daar wel heel gauw achter, ja. Stel, ik kom met dit probleem bij jou. Waar moet ik dan aan denken qua kosten? Als je een vaste klant bent, dan doen we dat gewoon gratis. Oké, dan zou ik zeggen, draai me los, alsjeblieft. Ja, gaan we kijken. En dit is niet gevaarlijk als je op de weg rijdt. Nee. Zullen we dan maar even proberen? Even kijken wat voor herrie die niet maakt. Ja, laten we dat doen, Joost. Dan gaan wij hem eens even laten rammelen. Okay, here we go. Daar gaat hij, Max. Gassen. En nu gaat hij. Oh, jawel. Oh. Je voelt het ook aan de rechterkant. Ja, dat kunnen we ook zeggen dan. Ja. Oh. Ja, dat is wel heel duidelijk, hè? Nou, maar dan is dit toch gewoon waarmee we naar de autogarage gaan. Ja. Als we een bocht nemen, dan voelen we dat er aan de rechterkant iets niet klopt. Daar zit ook iets los. Nu voel je het weer. Het voelt gevaarlijk. Ja, ik ga gewoon meteen naar de garage. Yo, welkom allemaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Day One. We zijn hier met de nieuwe Daily Driver van Bram. Het is de Renault Twingo, bouwjaar 2011. Ja. Gekke waggy. We gaan het pimpen vandaag. Yo! Jimmy, dankjewel voor het slopen van mijn auto. Hij maakt nu goed herrie, dus wij gaan even wat garages af. En dan ben ik heel erg benieuwd, gaan zij het meteen maken of worden we keihard geneigd? Hoi, goedemiddag. Ik heb, als ik over een hobbeltje rijd, dan hoor ik rechts voor een gekke klap. Ik heb geen idee. Zet hem even op de brug, kan ik wat makkelijker kijken. Dat hoort zo. Die moer zit niet vast. Dus zet even die bout vast. Ja. Als het weer terugkomt, dan moet je even gewoon terugkomen. Oké. Okay. Dan doe ik iets wat niet. Ja. Maar zo kan ik er nou ook van weer mee rijden. Er is niks aan de hand voor de rest. Ja. Chill. Gaat relaxed zo snel komen. Ja, top man. Ik had weinig te doen vandaag. Nou, super. Ontzettend bedankt. Krijg je nog wat van mij? Nee, is goed toch. Echt? Ja, top. Superman. Yes. Dankjewel. Yo. Hij wilde weten of de automonteur door had en eerlijk is over de gebreken die aan je auto was. Namelijk dat schroefje bij de rechterwiel. Dat had hij eigenlijk gelijk door. Ja. En meteen gemaakt. Ja. En we hoefden helemaal niks af te rekenen. Eigenlijk alleen maar goed nieuws. Dat klopt. Maar toch is er een probleem. Ja.
De auto is nu gemaakt. Ja. We kunnen eigenlijk ons onderzoek niet verder voortzetten nu. Nee, dat boutje krijgen we zelf niet los. Dus ik dacht van, we kunnen misschien beter even met de garage bellen die ons geholpen heeft. Ja. En dan vragen, kunnen we niet nog iets zelf uit de motorkap trekken of weet ik veel. Ja, ik vind het goed. Het is jouw auto. Ja. Hallo. Hallo, nou de auto die doet het weer. Dus ik dacht, misschien kunnen we zelf iets lostrekken hier uit de motorkap. Ja? Wat zou ik los kunnen maken? Dat hij niet meer start of zo? Nou, bij de olietop. Bij de ontsteking. Zit de stekker. Alweer maar los. Ja? Oké, en dan start hij niet meer? Nee. Probeer maar. Gaan we dat doen? Dankjewel, man. Top. Gaan we weer. Oké, dit is dus zometeen de plek waar onze auto niet meer start. Nee. Toch? Staat hij wel mooi ingeparkeerd. Ja, we zijn gewoon om de hoek hier een hapje wezen eten, toch? Ja, hij start gewoon niet meer. Oké. Ja, dan was het gewoon een kwestie van dit dingetje eraf trekken. Zo. En er dan zo op zetten. Oké, nou, hier om de hoek zit dus een garage. Parkeergarage, ja. Nee, een autogarage. Een parkeergarage. Bijna hetzelfde. Ja, bijna hetzelfde. Ik ben je auto kwijt. Precies. Oké, laten we het dan. Jullie hebben een auto die niet start. Ja, het staat om de hoek. Denk je dat het de accu is? Ik heb geen idee, ik heb nul verstand van auto's. Doet hij wel, wat doet hij niet? Ja, doet niks meer. Zullen we even kijken? Ja, hij zou die echt uit. Ja, ik pak het niet. Top. Hij gaat €2,48, hè? Ja. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Sabotage, jongens. Die moet vast. Start hem maar. Is dat alles? Ja. Hoe kan dit dan? Waarschijnlijk de trilt. Oké. Niet goed gemonteerd. Oké. Yeah. Nou, chill. Ja, superman. Ja. Kunnen we weer verder? Ja, toch? Dankjewel. Yo. We kunnen wel concluderen dat deze man ook heel eerlijk is. Zeker, je zou bijna denken dat hij ons door had toen hij zei sabotage. Ja, hij maakte inderdaad de klep open en het was, hij zag het gelijk, ja. Sabotage. Maar is het dan niet opvallend als hij het zo zegt? Ik had wel heel opvallend losgemaakt. Misschien moet hij minder opvallend, dat zei onze garage ook. En zei, je moet hem gewoon aftrekken en er weer opzetten. Waar gaan we nu heen? Ja, naar de volgende. Ik sta hier verderop op het parkeerterrein en mijn auto die start niet meer. Nee. Ik ga kijken of ik hem op de beschikbaar heb. Top. Hij komt er wel. Top. We zijn jullie beland. Goeiedag. Ja. Hier om de hoek, man. Voor het om de hoek? Ja. Was het al eerder gebeurd deze week? Of? Nee. Okay. Nog nooit. Ja, zou je hem willen starten? Ja, zeker. Nog een keer? Nou, stop. Is die auto nog onlangs aan de garage geweest? Ja, niet zo heel lang geleden aan het KPK'tje. Ja, want ik zie deze stukken zetten neer. Oké, was verder niks mis mee? Nee, ik vind er niks mee. Deze zit er nu goed op. Oké. Normaal gesproken zou dat niet kunnen, of ze hebben hem losgehaald. Kijk, nu kunnen jullie gewoon jullie weg vervolgen. Chill. Relax. Dankjewel, man. Moeten we nog mee naar binnen? Of, Ja? Zo, ja? We gaan nog lekker genieten van je dag. Super, man. Gaan we doen. Dankjewel. Yo. Yo. Weer gewoon netjes geholpen. Niks aan de hand. Ja, best wel relaxed. Ik hoefde ook niks te betalen. Nee, ik heb ook wel een beetje het gevoel dat het gewoon wel echt overduidelijk is, man. Ja. Het is een beetje alsof je met een fiets waar de ketting van los is, naar de fietsmarkt gaat in de hoop dat hij tegen gaat zeggen, ja, je band is ook lekker, terwijl je gewoon ziet dat het niet zo is. Ja, maar als we nu dus overduiden, dan worden we dus ook wel echt kaart genaaid en dan kan je ook spreken over opliegen. En dat is eigenlijk wel wat we willen onderzoeken. Dat is wel waar. Nou, we gaan nog naar eentje toe. Hey, goeiedag. Mijn auto staat om de hoek en die start niet meer. Hij maakt wel geluid als ik hem probeer te starten. Wat voor auto is het? Een Renault Twingo. We staan hier echt 30 meter om de hoek. Ja, ik ben alleen die jongen die vindt dat ik hier moet af. Oké. Okay. Nou, kijk of je hem hier krijgt, dan kan ik hem in ieder geval een blik werpen. Ja, is goed. Gaan we dat doen. Ja. Dank u wel. Goed. Is
zwaar? Nee, even wel. Ik heb de gains, hè. Ja, wacht even kijken. Tuurlijk. Ik heb geen idee, ik heb net de APK gehad. Je had laatst nog een paar honderd euro in je auto gestopt, omdat je niet vervangen moest worden. Ja, maar goed, de APK is geen onderhoud. Nee. Maar dat kun je niet. Ben jij zeker dat het plan voor Vincent? Ja, 100%. Hoe start je dat niet? Hey, kijk. Dat is goed nieuws. Wat was het nou? De stekker uit de bobine vandaan. En is die stuk dan? Of, Nee, die zat er dus nog in. Nou, hartstikke fijn. Goed zo. Dank u wel. Krijgt u wel wat van mij? Mag je zelf bepalen. Ja, dan vind ik van wel. Vind ik ook. Ja toch? Gewoon arbeidstijd in. Zeker. Je kunt hier 40 van teruggeven. Hartstikke fijn. Alsjeblieft. Dank u wel. Heel erg bedankt. Ja. En nog een hele fijne dag. Na een dag vol onderzoek en meerdere autogarages hebben we bezocht, kunnen we wel een conclusie trekken? Ja, voor zover wij dat nu kunnen doen, kunnen we als conclusie trekken dat je niet per se keihard genaaid wordt. Keihard? Of eigenlijk helemaal niet genaaid wordt. Sterker nog, ze zijn heel relaxed. Ze komen je gelijk helpen, je hoeft niet te wachten, je hoeft niet te betalen. Nee. Het is eigenlijk helemaal tip-top in orde. Ja, ik kan met een gerust hart slapen vanavond. Nou, ik dus ook. Ik vind het relaxed. Want weet je hoeveel mensen dagelijks met een kapotte auto naar de garage moeten gaan? Ja, en die weten nu dat ze niet genaaid gaan worden. Hoe chill is dat? Super chill. Ja, volgende week zijn we terug met een nieuw baanbrekend onderzoek. Tot dan. Later.